Oh jongens, ik was hier dus al bang voor. Waar ik in geloof. Oh, ik haat dat. Ik voel me zo lamlendig. Toen liet iedereen lekker te bellen, hè? De flessen drinken. Maar ik heb echt wel letterlijk gewoon de beste tip ooit. Zo, en toen was het ineens zondagochtend. Daar zit ik in de auto. Ik heb net geparkeerd vlakbij bij de GGD. Want ik heb zo meteen een afspraak voor een coronatest. Goedemiddag, het is tijd voor een nieuwe weekvlog. Het is vandaag vrijdag bij ons en wij zijn lekker met z'n allen thuis. We hebben een keer wat eerder weekend genomen en dat is best wel lekker. Het is nu 12 uur, we moeten straks nog een paar dingetjes doen en dan hebben wij al lekker weekend. En we zijn nu wat plannen aan het smeden voor de aankomende dagen wat we allemaal gaan doen. We hadden wel wat dingen op de planning, maar die gingen uiteindelijk toch weer niet door. Dus we hebben best wel een leeg weekend. En het is nu echt heel lekker weer. Het is echt super zonnig en tot hartstikke warm. Ondertussen is Ramos, die is de meisje aan het verstoppen achter de gordijnen. Dus dat gebeurt er op dit moment. In ieder geval leuk dat je kijkt weer. En ja, we gaan er weer een leuke week van maken, denk ik. En we gaan lekker eten. De meiden zijn een beetje ongeduldig. Maar we hebben in ieder geval wel heel veel lekkere dingen. Waaronder dus watermeloen. Ed heeft lekker een omelet gemaakt. En ik heb deze gemaakt. Had ik opgezocht. En dit is een bloemkool. En er zitten dus allerlei kruiden overheen. En dat is curry onder andere. Een beetje sojasaus. En we hebben dit dan in de oven gedaan. En nu kunnen we hem lekker aansnijden. En dat ziet er dan lekker zo uit. Zo, lekker gegeten. Ramos en ik zitten nu in de auto. De meisjes liggen op bed. En ik ga nu samen met Ramos naar het huis van mijn ouders. Die gaan namelijk verhuizen binnenkort. Dus ik ga straks van afscheid nemen. Waarom gaan we naar opa's en oma's huis? Ja, gaan we afscheid nemen. Zij wonen in het huis waar ik 30 jaar geleden geboren ben. Ook echt in dat huis. En daar ga ik nu voor de laatste keer naartoe. Dus dat is best wel raar. En ik toch wel een klein beetje emotioneel of zo. Omdat ik daar gewoon altijd heb gewoond. En toen ik daar niet meer woonde, kwam ik daar echt elke week, meerdere dagen per week. Dus ja, het is best wel een beetje gek of zo dat je dan straks ineens nooit meer daar naartoe gaat. En dat zij dus naar een ander huis gaan. Ja, echt heel apart. Dus we gaan lekker met z'n tweeën, Ramos en ik. En gaan we even koffie drinken, even lekker buiten zitten en zo. En dan een soort van afscheid nemen van het huis. Oké, ik ben weer thuis. Alleen het is een beetje lastig filmen, want de hele tijd is er iemand aan het huilen hier. Dus dan denk ik elke keer, ik ga iets vertellen, maar dan begint er weer te brullen. Ik ben dus bij mijn ouders geweest en ik heb even lekker een uurtje in de tuin gezeten daar. En mijn moeder was een beetje aan het opruimen. En ja, dit was dus gewoon de laatste keer dat ik daar ben geweest. In het huis waar ik ben geboren. Echt heel raar. Ed gaat morgen weer helpen met verhuizen. En zij gaan dan tijdelijk even naar een andere woning. En dan uiteindelijk naar hun echte huis wat ze hebben gekocht. Maar goed, dus ik heb het droog gehouden. Het ging eigenlijk best wel goed, gelukkig. En nu is het 5 uur. Ik ga lekker koken. Ik ga lekker simpel, gewoon simpel koken. Groenten snijden, rijst maken. Vleesje bakken. En that's it. Dus gewoon lekker snel klaar. Ik heb ook best wel trek. Dus dan ga ik nu weer aan beginnen. Kijk wat we allemaal hebben. Even kijken, courgettes heb ik nog. Altijd een knoflookje en een uitje. Bijna alles wat ik maak begin ik met knoflook en ui. Zodat er al meteen lekker een smaakje aan zit. En dat vul ik dan aan met allerlei soorten kruiden. Altijd anders natuurlijk. Maar die knoflook en het uitje is wel altijd een lekkere basis. Dan heb je meteen gewoon een goede smaak aan je eten. Vind ik zelf altijd. En ik hou zelf altijd echt wel van lekker veel knoflook. Dus ik heb best wel altijd een grote ding. Thank you.
naam heb je een dametje die echt heel erg verkouden is. Ze zijn eigenlijk allebei echt heel erg verkouden. Maar deze dame die vindt het dan echt heel fijn om echt alleen maar bij mij te zijn. Dus dat was eigenlijk afgelopen nacht al zo. Maar ik had nog een beetje de stille hoop dat het wel goed zou komen. Alleen toch niet echt. Het is echt heel verkouden. Het snot loopt over het gezicht heen. Dus dus ik heb het nu even lekker bij mij in de draagzak gedaan. Want ik weet anders ook niet helemaal hoe ik het aan moet pakken. Omdat ik zo nog enigszins een beetje kan bewegen. En is ze lekker dicht bij me. Het is even buiten met Ramos. Die zijn lekker even aan het voetballen en zo. En ik moet eigenlijk heel deze zooi op gaan ruimen. Maar dat is heel lastig. Met één krijsende baby en één jammerende baby. Maar goed, ik ga alvast een klein beetje een soort van poging doen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En gisteren is alles nog goed gekomen. Uiteindelijk zijn ze best wel op tijd naar bed gegaan. En ze hebben goed geslapen vannacht bij mij, dus dat is heel fijn. Nu is Ed bij mijn ouders, die is aan het helpen verhuizen. En ik ben hier met de kindjes. Ze zijn lekker op Ramos' kamer, ze zijn lekker aan het spelen met z'n drieën. En ik zit hier op bed. Ik heb mijn sportkleren aan, dus ik ga zo meteen even sporten. Maar ik was het koud, dus ik dacht, doe mijn badjas nog even overheen. En wat lekker eigenlijk. Het is nu 9 uur, dus ik heb nog een uurtje en dan begint de sportles. En zij zijn lekker hier aan het spelen. Vanochtend heerlijke sport. En nu is het inmiddels alweer lunchtijd, maar ik ben dus alleen met de kindjes vandaag, dus dan merk ik dat het soms ietsje lastiger is om tussendoor te vloggen. Maar nu gaan we lekker eten en ik ga jullie even laten zien wat we allemaal hebben. Ik heb zelf deze hele simpele, snelle salade gemaakt, samen met Ramos. En Ramos heeft een kindersalade, zullen we hem even laten zien? Kijk, dit is Ramos' kindersalade. Komkommer, paprika, nootjes en augurk heeft Ramos. En ik weet niet of hij alles opeet hoor, maar het is wel lekker een kindersalade, hey, jongen. Zelf gemaakt met mama. De meisjes eten havermouten, want die hebben vanochtend brood op. Dus dan doe ik nu lekker een havermoutje met banaan en pindakaas. En ik heb nog crackers erbij. Ja, dus we gaan lekker eten. Zo, kijk eens wie we daar hebben, onze profvoetballer. Oh, je bent toch helemaal donker. Je bent niet goed in het, je staat niet goed in het licht. Vroeger zei ik het altijd. Dat je profvoetballer was? Tuurlijk. Ja? Ik geloofde erin dat ik dat zou kunnen worden. Oh, en ik ben dat is niet gelukt dan. Dat als je ergens in gelooft, dat er een kans bestaat dat het lukt. Ja, precies. Voor mij is het de kans is alleen verkeken. Het is niet helemaal goed gekomen. Nee. Dus nu geloof ik in andere dingen. Oh ja, waarin dan? In mijn voorwaardelijke liefde voor jou. En dat weet ik tot nu toe. Ja, dat werkt wel, ja. Jeetje, tenminste. Ja, echt, hè. Godverdamme. We zitten trouwens weer buiten op ons bankje. En, waar geloof jij in, hè? Waar ik in geloof? Ja. In mijn pony. Ja. Hé, hey, Mazzoli. Een kleine Ramosje. Die lekker aan het spelen is. In me, myself en... En jou. Dikke. Oh, jongens. Ik was hier dus al bang voor. Die meiden die hebben echt gewoon twee nachten alleen maar op mij gelegen en met snot en kwel en zo over mijn gezicht gezeten. En nu ben ik dus zelf ook verkouden aan het worden. Echt zo balen. Oh, ik haat dat. Ik voel me zo lamlendig. Gewoon echt mijn neus en mijn keel. En echt dat je echt... Echt heel vervelend. En vooral nu ook in deze tijd waarvan je toch dan denkt van, is het alleen verkouden? Of... En nu is het alleen verkouden, maar... Gaat het niet erger worden dan dit? En je kan nu ook niks doen. Want als je verkouden bent, mag je natuurlijk eigenlijk niet iets doen. Dus, even kijken hoe het loopt. Maar in ieder geval nu voel ik me niet zo heel erg top eigenlijk. Vet balen. Maar we gaan wel heel lekker eten. Want we hebben zelfgemaakte pizza's uit de oven. En we hebben een salade erbij. Dit is trouwens dezelfde salade zo ongeveer als die ik vanmiddag ook heb gemaakt. Oh. Maar dat wist Ed niet, want die was niet thuis. Maar goed, en de meisjes hebben lekker een soort van pasta. Zo, en toen was het ineens zondagochtend. En zit ik in de auto. Ik heb net geparkeerd vlakbij bij de GGD. Want ik heb zo meteen een afspraak voor een coronatest. Echt super zenuwachtig. Ik had gisteren al wel een beetje verteld dat ik opeens eigenlijk niet zo lekker werd. En dat Bobby en Charlie natuurlijk echt best wel koorts hebben. Of tenminste, ze waren heel erg verkouden en ze hebben dus ook koorts gekregen. En vannacht Bobby echt de hele nacht huilen en koorts en zo. Dus echt heel sneu. Zelf ben ik dus ook echt niet lekker zoals je kan horen.
En vanochtend even de GGD gebeld. Naar aanleiding van allemaal berichtjes die ik op Instagram kreeg. Want ik had een story geplaatst over dat Bobby niet lekker was. Dan kreeg je dus allemaal berichtjes van, ja Kimberly, moet je dan niet even laten testen? Wat kan nu? En dat is misschien wel verstandig als je hele gezin ziek is. Toen dacht ik, ja, dat is misschien toch wel een goed idee. Dus vanochtend de GGD gebeld, uitgelegd. En nu, het is nu 9:45. Ik heb over 10 minuten een afspraak. Kan ik dus meteen komen. Omdat er nog plek was. Dus dat is wel super fijn. Vooral ook omdat het volgens mij best wel een vervelende test is. En dan is het fijn dat je gewoon heel snel terecht kan. En niet heel lang hoeft te wachten. Dus, ja. Het is een beetje, ik vind het een beetje vervelend. Eén, de test vind ik vervelend. En twee, ja, je wil gewoon geen corona hebben. Dus, ik bedoel, het kan heel makkelijk ook gewoon een verkoudheid zijn hoor. Absoluut. Alleen, ja. Als je het zeg maar voelt dat je niet lekker bent, dan is het net even iets moeilijker om dat goed te relativeren, vind ik zelf. Dus dat. Dus ik ga jullie op de hoogte houden. En dan zien jullie mij zo weer en dan ben ik van de test af. Dan heb ik het gewoon al gedaan. Zo, en toen was het klaar. Eerst even mijn handen. Ik heb niks aangeraakt, maar toch. Nou, jongens, het viel me echt alles mee. Het is niet prettig, maar het duurt zo kort. Dat je zeg maar op het moment dat je denkt, oh, dit is echt vervelend, dan is het eigenlijk al klaar. Dus het is echt, nou ja, als je dit ooit moet doen, dan zou ik me niet echt veel zorgen maken. Want ik had best wel wat verhalen gehoord dat het allemaal heel heftig is. Maar het is zo snel voorbij dat, nou. Ik zal even vertellen hoe het ging. Je rijdt dus naar een drive-in, zeg maar. Daar word je dan gevraagd naar je gegevens. Je moet je paspoort laten zien. En dan ga je gewoon in een rij staan met allemaal auto's. En dan rij je één voor één langs degene die dan de test doet. En het is een heel team die dan, zeg maar, de nieuwe test aangeeft aan degene die het afneemt, et cetera. Dus je blijft gewoon in je auto zitten en nou ja, raam open, auto uit. En dan gaat er eerst een staafje gaat er in je mond. En die gaat achter in je keel een beetje schrapen. Dan, dat is helemaal niet vervelend, vind ik. En dan in je neus. En dat is wel een klein beetje vervelend. Voelt nu ook nog wel een beetje naar. Maar dat gaat dus zo snel. Dat je eigenlijk dus ja, niet eens echt in de gaten hebt hoe naar het is. Nu krijg ik binnen 48 uur de uitslag. En moeten we met het hele gezin in quarantaine totdat de uitslag bekend is. Dus ja, dat leggen ze wel duidelijk uit. Het werd al door de GGD aan de telefoon verteld. En nu zeiden ze net ook nog een keer dat we dus 48 uur binnen moeten blijven met z'n allen. Dus dat is een beetje de situatie. En ik zal jullie straks even nog een update geven. Ik ga nu eerst naar huis. Kimberly is weer thuis. En ze ligt heel even op bed. Heel even uitrusten. Even chillen. Heel even zonder kindje ook. Zelf even chillen. En ik ben ondertussen even voor haar een soepje aan het maken. Pompoenensoepje. Wat ik gebruik zijn worteltjes. Uitje, knoflook. En super simpel. En dan kunnen de meisjes en Ramon straks ook gelijk mee eten. Dus. Nadat je alles hebt gesneden, doen we het als volgt. Klein beetje olijfolie erin. Niet te veel. Uitje met knoflook. Heel eventjes wachten. Klein beetje die olijfolie warm laten worden. En dan dit erin. Laat je het heel eventjes fruiten, dat het een klein beetje aanbakt. Als je er dan boven staat en je ruikt dat, dan ruikt het gelijk wel super lekker. Vervolgens voeg je de wortel en de pompoen toe. En giet je er net zoveel water in, totdat het net onder water komt te staan. En dat laat je vervolgens koken, totdat het lekker zachtjes wordt. En dan pureren. En dan is je soepie klaar. Ik denk, wat is dit? Maar dit is de camera. Dit ligt hier iedereen lekker te bellen, hè? En de fles te drinken. Meid. Wat zijn jullie aan het doen? Zijn jullie mieren aan het vangen? Ze zitten allemaal op jouw broek, hè, Ramos? Die miertjes. Ook op mijn sok. Ja, op je sok. De jeukt, hoor. Kom maar naar binnen, schat. Niet opeten, hè? Nee, en ook dat takje niet. Hele mierenfamilie hier, hè? Gezellig ook. Het zijn er echt veel, dan moet je kijken.
Ken je dat liedje, Ramos? Ige, 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 Ige. Maar ik heb echt wel letterlijk gewoon de beste tip ooit tegen mieren. En dat is dus deze 5 centjes. Als je die gewoon buiten legt, dan gaan ze echt serieus weg. Dus dat ga ik even doen. Wat ik al veel eerder moest doen. Voordat het een soort van... We hebben dit echt elke zomer. Dan breekt het een soort van uit. Ik leg het gewoon helemaal vol met 5 centjes. Dan zijn ze zo weg. Als het goed is. Oké, hier even een situatie-update. Het is inmiddels einde van de middag. En ik lig alweer op bed. Ik ben vanmiddag wel even beneden geweest. Even thee gedronken en gewoon op de bank gelegen. Nu lig ik dus weer in bed. En nou, ik ben zo benieuwd wat de uitslag is. Echt. Ik weet het gewoon niet. Weet je, aan de ene kant denk ik, ja, weet je, ik ben gewoon verkouden. En ja, ik voel me wel een beetje benauwd. Maar dat heb je ook als je verkouden bent natuurlijk. En verder alle symptomen zoals echt hoofdpijn of... ja, wat zijn de symptomen nog meer? Hoofdpijn bijvoorbeeld, reuk en smaakverlies en zo. Dat heb ik niet. Hoofdpijn sowieso niet en reuk en smaak heb je altijd een beetje als je verkouden bent. En ja, wel een beetje benauwd dus. Maar dat, ja... Dat kan dus die simpele verkoudheid zijn. Of het coronavirus. Dus ik weet het niet. Ik ben zo... Ik hoop gewoon dat ze heel snel bellen. En ja, dat dus... Tot die tijd ga ik maar zoveel mogelijk chillen. Morgen zou ik gewoon werken natuurlijk. Dus ik ga mijn agenda leeghalen. Dat is altijd best wel een dingetje als je ondernemer bent. Allebei. En je moet je agenda leeg gaan halen. Maar ja, het is niet anders. Dat moet gewoon. En ik kijk het gewoon even per dag wat wel en niet kan. Maar morgen denk ik niet dat het een slim idee is als ik ga werken. Dus tot zover de update. Ik ga nog even chillen voordat we straks gaan eten. Maar ik heb dan wel weer geluk, want ik heb dan een man die heel lekker kookt. Hij heeft diverse soep gemaakt, hebben jullie daar straks gezien. Oh. En nu heeft hij ook nog lekker avondeten gemaakt. Hij heeft een burgertje en rijst en ketchup of sojasaus, dat weet ik even niet. En lekker groenten, gewoon sugarsnaps, bloemkool en dopertjes. Dus heerlijk, dat doet een mens goed, dit. En toen was het alweer maandag, helemaal aan het einde van de middag. Maar ik bedacht me ineens dat ik de vlog 1 nog niet heb afgesloten en ook niet echt meer een update heb gegeven. Volgens mij bestaat deze vlog echt alleen uit updates. Sorry daarvoor, maar goed, ja, het is gewoon even zoals het is op dit moment. Ja, ik heb nog geen uitslag gehad, helaas. Die kan natuurlijk ook gewoon morgenochtend nog komen. Maar ik had gehoopt dat die er gewoon vandaag al zou zijn. Dus ik hoop nog steeds stiekem wel dat ze nog gaan bellen voor vandaag. Dan weet ik ook gewoon waar we aan toe zijn. En ja, Ed die voelt zich gewoon prima. Dus die kan dan ook lekker naar buiten op het moment dat het dus geen corona is. Dus ik hoop dat heel erg. Voor hem, maar ook natuurlijk voor mezelf en voor de kindjes. Verder voel ik me qua... verkoudheid veel beter dan gisteren, dat merk je, dat hoor je ook wel, denk ik. Ik ben alleen wel echt heel, heel erg moe. Maar goed, logisch ook, hè, want uiteindelijk, ja, alles bij elkaar word je misschien ook wel een beetje vermoeid van. Dus, ik doe het een beetje rustig aan. Ik heb eigenlijk nog bijna niks gedaan vandaag, maar ik ga wel even deze vlogbeelden uitzoeken. Als het kan, als het op tijd is, dan geef ik nog aan het einde van dit beeld nog even een update over de uitslag. Dan weten jullie die ook meteen. Dat is misschien ook wel fijn om te weten als je dit hele verhaal hebt gevolgd natuurlijk. Maar in ieder geval, nu bedankt voor het kijken. En als het dus kan, als het op tijd is, dan plak ik hierna even een update erachteraan. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei!